Oh jongen, mijn ogen zitten helemaal vol. Ja. Even stukken bij. Ja. Ik zal straks eens in de spiegel kijken. Ik zou het niet doen als ik jou was. Oh, dan maar niet. Maar goed, hey, nu moeten jullie die plaats dan vasthouden. Ja. Herman! 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 Goed zo, Ron! Even lachen met de camera! Daar komt hij weer. Nou, Ron loopt toch 20? Ja, volgens de teller. Waar gaat hij lopen? De vogel is. Nee, op kijken, daar kunnen we niet verder. Vooral liggen natuurlijk. Weet jullie dat? Zet hem op, hè? Geen standaard. Maar ik denk dat zijn stil. Dus nee, want ik heb er helemaal niet gehad. Nee, dus, nee, ik heb wel even een keer in te halen. Ja, natuurlijk. Ja, Tegen de kijkers thuis wat de problemen waren. Ga even zitten. Ga even zitten. Hey, bedankt. Nou, vertel het maar. Waarom zijn wij uitgestapt? Waarom zijn jullie uitgestapt? Jij zei dat. Ik heb het gezien. Nou ja, je water of zo. Nee, dat is niet zo. Ja, zo warm, hè? Nee, dat was het. Nee? Normaal niet. Zwaar, hè? Ja, dat ging niet mee, hè? Ik voel zeker tegen. Ja. Je traint ook niet zoveel tegenwoordig. Zie je? Je traint niet zoveel op het moment. Nou, ik ben 2 weken weer aan het trainen, maar ik denk, ja, een beetje mee zitten en hoop je toch weer een redelijke tijd. Maar, ja, het is binnen de 40, geloof ik. Ja. Ik ga niet veel close in bel meer. Van 4 tot 5. Oké, je best, hè?
En wat wel eens? Dat was zwaar. Niet mee, hè? Warm natuurlijk. Warm en ongelijk. Een paar heuveltjes, rotheuveltjes met gras. Maar ja, verder ging het perfect, joh. Op die man niet zoveel. Oh, dat was een man. Ja, nummer 7. Ja, ik heb op zijn nummer 7. 1,2 bij. We hebben eerst Gouden Lieve ingehaald. Wat krijg je dan bij? Zijn thuis. Toch? Ja. En dat jij me niet filmt. Een lijst van zo'n water. Ja. Met een ijsje. Ik wil romperen, hij wordt met de film. Dat is voor je uit, hè? Jammer, hè? Slecht toegelopen. Ja, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Is een mooie strijker. Ja, daar wil ik streven. Hij is dood. Nee, dood. Ziek is daar hoor. Maar AV Vlevo Delta, winnaar van de Denkloop Forum.